Instagram. In de video van vandaag ga ik mijn ultieme beautyfavorieten met jullie delen. En dit zijn echte producten waarvan ik denk, ja, als ze uit het assortiment zouden gaan, zou ik het echt verschrikkelijk vinden. En natuurlijk, het zijn beautyproducten, maar ik zou het wel echt heel erg vervelend vinden. Ik maak niet zo vaak beautyvideo's voor film, dus ik dacht, hey, laat ik voor deze keer toch eens een keer een beautyvideo maken. En laten we snel beginnen. Laat ik het als eerste even over een paar make-up favorieten hebben. Dit zal vaste bezoekers en kijkers van mijn video's niet verrassen. Dit is namelijk de Collection 2000 Lasting Perfection Concealer. Ook al heet het merk, heet nu Collection, niet meer Collection 2000. Deze is helaas niet in Nederland te koop, maar wel in Engeland. En altijd als ik daar ben, neem ik hup een hele lading mee. Het fantastische aan deze concealer is dat hij heel erg goed dekt. Dat hij fantastisch goed blijft zitten. En de lichtste kleur is licht genoeg voor mijn huid. En dat is behoorlijk zeldzaam. En ja, het is echt een fantastisch product. Hij kost ongeveer 4 euro. En ja, ik kan niet zonder. Hoewel ik een hele la vol verschillende blushjes heb, is er één blush die ik al bijna 1,5 jaar elke dag gebruik. Bijna elke dag. Ja, elke dag. En dat is deze. Dit zijn de Shimmer Waves in de kleur Coral van de Body Shop. En dit is voor mij de ultieme blush. Volgens mij is hij eigenlijk een beetje bedoeld als highlighter. Want voor donkerdere huidtypes is het een highlighter. Maar voor mijn lichte huid is dit de perfecte blush. Hij zit een beetje in de hoek van NARS Orgasm. Maar dan iets minder fel. En ook iets minder oranje. Dus ja, wel een beetje dat koraalachtige, die warme gloed. En hij is glanzend, maar hij is niet te glanzend. En serieus, ik heb deze verpakking nu al 1,5 jaar. Zoals ik al zei, ik heb hem 1,5 jaar lang bijna elke dag gebruikt. En je ziet, ik heb wel de pen geraakt, maar hij is nog lang niet op. Serieus, het is ongelooflijk hoe lang deze meegaat. Dus echt, als je deze koopt, je weet gewoon zeker dat het een geweldige investering is. Want hij gaat gewoon nooit op. Nog een favoriet die niet in Nederland te koop is, maar wel in België trouwens. Is de Physicians Formula Eye Booster 2-in-1 Lash Boosting Eyeliner plus Serum. Een hele mond vol, maar het is echt een fantastische eyeliner. Het fijne van deze is dat er een kwastje aan zit. Dus niet zomaar het puntje van een stift, wat je eigenlijk zou denken als je hem ziet, maar echt een kwastje met haartjes. En hierdoor kun je eyeliner zo makkelijk aanbrengen. Ik denk dat ik van deze inmiddels wel een stuk of 7, 8 stuks heb opgemaakt. Ik draag elke dag eyeliner en geen enkele andere kan hier tegenop. Ik bestel hem altijd uit Amerika bij iHerb.com. Maar je kunt hem dus ook in de Belgische drogist vinden. De drogist die D.I.D. heet. Ja, ik denk altijd, is nou Dio of is het Die? Maar Dio is Nederlands en Die is dan in België. Bij sommige filialen hebben ze de Physicians Formula. Als je daar deze eyeliner tegenkomt, neem hem mee. Hij is awesome. Ik krijg mijn video's en foto's op Instagram en zo krijg ik heel vaak de vraag van, goh, welke mascara draag je? En eigenlijk altijd als ik die vraag krijg, dan is het deze combinatie. Eerst doe ik dan Max Factor False Lash Effect en daar overheen de Essence I Love Extreme Crazy Volume Mascara. En die combinatie, dat zorgt er gewoon echt voor dat ik gewoon bijna nepwimpers heb. En ik hou zelf heel erg van dat dramatische effect. En ja, echt, ik ben sowieso al fan van de False Lash Effect, maar die van Essence, die maakt het echt helemaal af. Omdat hij de aanzet dan net eventjes wat extra's geeft. En het ziet er geweldig uit. En ja, die van Essence is niet zo duur, die is ongeveer 4 euro. Die van Max Factor, die is wel redelijk prijzig, die is volgens mij 17 euro. Maar die koop ik altijd in de aanbieding en dan scheelt het alweer heel erg veel. Ik heb nog twee make-up favorieten om aan jullie te laten zien. Als eerste een budget favoriet die echt prachtig is. Dit is de Infinite Shine Lip Gloss van Catrice in de kleur Pink Up Your Life. En serieus, ik heb nog nooit van een ander merk zo'n mooie lipgloss gezien. Hij is koraalroze, maar niet te oranje. Hij heeft een beetje een gouden shimmer erin, maar niet zodanig dat het lijkt alsof je uit de jaren 90 bent gestapt. En hij haalt in elk geval bij mij mijn gezicht helemaal op. En ik weet dat heel veel anderen ook fan van deze zijn. Dus het is niet alleen bij mijn huidskleur waar die zo'n mooi effect bij heeft. Maar echt een prachtige lipgloss. Wederom iets van 3 euro, niet duur. Maar echt heel erg mooi. En ik weet zeker dat hij bij heel veel huidskleuren heel erg mooi zal staan. Een andere favoriet waar bij mij al meerdere types van doorheen zijn gegaan is de Instant Light Natural Lip Perfector van Clarence. En dan in de kleur Candy Shimmer, nummer 5. Echt, nou ja, wederom een kleur die mijn gezicht helemaal ophaalt. Hij is roze, een beetje koraal, maar hij is daarnaast ook nog heel erg verzorgend. En dit is het product wat ik altijd, elke dag in mijn tas heb zitten, omdat hij gewoon altijd goed is.
En ik weet dat Catrice inmiddels ook een soort dupes heeft. Die zijn ook heel erg mooi. Maar deze kleur heeft Catrice dan weer niet. En dit is voor mij en ik denk ook voor heel veel anderen echt de mooiste, ja, meest flatterende kleur uit het assortiment. Dus ja, ze zijn niet heel erg goedkoop. Ze zijn ongeveer rond de 18 euro geloof ik. Maar je doet hem echt idioot lang mee. En ze zijn het absoluut waard. Echt zonder twijfel. Zoals jullie misschien al weten ben ik heel erg veel bezig met nagellak en nagelverzorging. Ja, en mijn kanaal heet natuurlijk niet voor niets Pinkie Polish. En daarom heb ik natuurlijk ook nog een paar nagelachtige favorieten om met jullie te delen. Een kleur die ik vorige zomer heb ontdekt en die ik het hele jaar door ontzettend veel heb gedragen, is de kleur Pastel Neons van Claire's. En bij Claire's denk je misschien van, ik weet niet zo goed wat ik van een nagellak moet verwachten. Maar deze kleur... Oh, echt, halleluja. Het is koraal. Ja, jullie zien het thema hier. Ik hou van koraal. Het is koraal, maar dan neon, maar dan vrij licht. En het is zo'n mooie kleur. En bij elke video waarin ik hem draag, krijg ik wel de vraag van... joh, welke nagellak draag je? Nou, vaak is het dan deze. En ik heb inmiddels hier al een flesje van opgemaakt. Ik heb er een hele berg in voorraad. Het is wel zo dat er soms wat kwaliteitsverschil tussen zit. Want ik heb ook een flesje wat dan weer minder mooi is. Maar kijk dus even goed als je hem koopt dat hij echt fel neon is. En dan heb je waarschijnlijk de goede te pakken. Maar als je de felle hebt, prachtig en... ideaal voor de zomer en voor het voorjaar. En je wordt er gewoon meteen vrolijk van. Om mijn nagels gezond en sterk te houden smeer ik echt minimaal één keer per dag mijn nagelriemen in. En dat doe ik het liefst met Lemony Flutter van Lush. Ach, jullie hadden kunnen weten dat deze erin zat. Dit is echt de beste nagelriemcreme die er is. Ik ben ook fan van eentje van L'Occitane. Maar die is helaas uit het assortiment. En dan is dit toch wel echt ook een enorme favoriet van me. Ja, ik denk dat ik inmiddels van deze stuk of 6, 7, 8 potjes heb opgemaakt. Heel erg veel in elk geval. En ja, hij blijft gewoon favoriet. Nadat ik mijn nagelriem heb ingesmeerd, neem ik ook altijd nog even mijn handen mee. En dat doe ik het liefste met deze van L'Occitane. Dit is de Shea Butter Hand Cream. En serieus, echt, ik hou van deze handcreme. Dat klonk wel heel erg enthousiast. Maar hij is gewoon heel erg fijn. Hij heeft een hele frisse, neutrale geur. Hij werkt heel erg goed op droge handen. En hij trekt ook nog eens heel erg snel in. En ja, ik heb er altijd wel een kleine tube van in mijn tas zitten. Deze heb ik altijd op mijn nachtkastje staan. En ja, ik wil eigenlijk geen andere handcreme meer. Qua huidverzorging en haarverzorging heb ik natuurlijk wel het favoriete. Maar er was nou niet echt iets tussen waarvan ik dacht, oh, dit moet ik met jullie delen. Nog wel één haarproduct. En dit is het Grapeseed Glossing Serum van de Body Shop. Ook van deze heb ik echt de afgelopen jaren heel veel verpakkingen opgemaakt. Wat ik fijn vind aan deze is dat hij niet zo zwaar is voor je haar. Ik heb redelijk fijn haar. En als ik dan op droog haar een serum aanbreng, dan wordt het vaak vet en zwaar. En het wordt er niet beter op. En deze kan ik prima op droog haar aanbrengen. Als het een beetje sprieterig is of als het nog net even wat meer glans kan gebruiken. En deze maakt het niet vet. En ja, het is een heel licht serum, maar hij geeft wel echt een prachtige glans. En ook deze gaat echt eeuwen mee. Ik doe ongeveer met zo'n flesje... nou, 3/4 jaar, een jaar en overal echt heel erg lang. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mijn ultieme beautyfavorieten te zien. Van de meeste producten vind je reviews op mijn website www.pinkypolish.nl. En ik heb er ook vaak heel erg veel over verteld op mijn eigen kanaal. Dus als je er meer over wil weten, neem daar even een kijkje. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!